Goed. Deel 2 van opgave 12. In die opgave was het de bedoeling om, en dit is nog altijd een toepassing op functies, herinner u, een Caesar-cijfer-versleuteling te gaan toepassen. En wij hebben een functie gemaakt die, gegeven een bepaalde mapping, ja, dus die reference string hier, gegeven een bepaalde mapping, een karakter gaat vertalen naar een karakter die een aantal posities, gegeven door de key 3 in dit geval, verderop staat in die mapping. Dus met andere woorden, de A wordt vervangen door de D, de B door de E, de C door de F, enzovoort. Dus eigenlijk gaat het alfabet wordt als het ware verschoven. En de decryptie is dan natuurlijk hetzelfde, maar in de andere richting. En we hadden die code voor elkaar. Dit was de code. Nog eventjes samenvatten. Dit is de reference string, die dus eigenlijk de mapping doet. Dit is mijn alfabet. En wat we doen is, voor elk karakter in de message, die moet geëncrypteerd worden, gaan we kijken welke positie geeft die in de mapping. In dus de reference string. Bijvoorbeeld, de hoofdletter A zal een bepaalde index hebben. Ik zeg maar iets, 15. Ik heb ze nu niet geteld. Als die positie niet min 1 is, kom ik direct op terug, dan betekent dat dat hij gevonden is. Dus dat hij die 15 voor de hoofdletter A heeft gegeven. Wat gaan wij dan doen? Dan gaan wij bij die positie de key gaan optellen, dus de verschuiving gaan optellen. En die gaan we gebruiken als index opnieuw in die reference string. Dus we nemen eigenlijk het karakter, maar key posities verder. Nog een kleine extra tweak die we moeten doen is, als je de som neemt van positie plus key, dan kan dat eigenlijk te ver zijn in de array. Je kunt voorbij het einde van de array zitten. En door restdeling met modulo, dus lengte reference string te gaan doen, dus ten opzichte van de lengte van de reference string, dan gaat hij altijd terug gaan sterpen aan het begin. Dus als je 5 plaatsen te ver zit, dan is de rest bij deling door de lengte van die string 5. En dan gaat hij gewoon op positie 5 opnieuw de string nemen. Dus dan gaat hij hetgeen dat hij overgeeft aan de rechterkant, waar dat hij met die index niet verder kan, gaat hij terug beginnen tellen aan de voorkant. Dus eigenlijk maken we het door die modulo-deling door reference string gewoon circulair. En dat geeft meteen een mooie indicatie van waarom modulo zo aantrekkelijk is in veel mapping-algoritmes, inclusief de vele encryptie- en decryptie-ideeën. Als de positie wel beneden is, dan heeft hij hem niet gevonden en dan stond in de opgave dat we het karakter gewoon as is moeten doorgeven. Dus de versleutelde versie is gewoon het karakter zelf. Dit leek te werken. Ik heb dan hier in commentaar nog even die mapping-truc uitgelegd. Dus als de lengte van mijn array 8 is, dan hebben we indexen 0 tot 7. De key is 5. Als we dus het karakter vinden op positie 6, dan doen we 6 plus 5. Dat is positie 11. Positie 11 bestaat niet, want 7 is het maximum. Dus dan gaan we van die 7 terug vooraan gaan beginnen tellen, namelijk 0, 1, 2, 3. Of zijn er dus 7, 8, 9, 10, 11, als het ware. En dat is hetzelfde resultaat als 11% de lengte van mijn array hier. Dus modulo 8 geeft mij dezelfde rest 3. Dus we tellen gewoon door aan de linkerkant. Goed. Wat kunnen we hier nog gaan doen? Misschien een kleine poging tot verbetering is het inzicht dat eigenlijk hier hetzelfde min of meer gebeurt. Dat het karakter niet gevonden is, dat kunnen we eigenlijk niet gaan ophalen uit de string. Dus eigenlijk gaan we hier nooit iets kunnen schrijven in de zin van reference string vierkante haakjes. Dat zal nooit lukken. Dus eigenlijk kunnen we daar niks gaan forceren. Goed, decrypteren dan. Decrypteren gaat eigenlijk wat doen? Min of meer hetzelfde. Decrypt. We gaan dezelfde reference string gaan nemen. Ik ga die hier ook nog eventjes hard coderen op dit moment. De decrypted message, zou je kunnen zeggen, is dan bepaald door alle karakters terug te gaan opzoeken. Als ze gevonden worden,
en dat is de positie dat hij teruggeeft, is niet min 1, maar de echte positie van het karakter, dan gaan we moeten die verschuiving doen. In het andere geval gaan we gewoon het karakter terug overnemen. Want wat in de ene richting ongewijzigd bleef, gaat nu in de andere richting, de tegenovergestelde richting, ook ongewijzigd blijven. Wat moeten we nu doen? Nu moeten we naar de andere kant natuurlijk. Dus dan moeten we min de key doen. En dan kunnen we te ver zitten. Dus met andere woorden, dan gaan we eigenlijk moeten nog de truc doen. Plus de lengte van de reference string. Vrees ik. Goed. Ik vrees dat het dus zo zal zijn. We moeten dus naar de linkerkant, maar als we te ver zitten aan de linkerkant, dan gaan we eigenlijk moeten rest bij deling door doen opnieuw. Maar ik denk dat we nu 1 volledige lengte moeten verschuiven. We gaan eens zien als dat juist is. Dus ik ga wat doen? De gedecrypteerde versie, de ingeïncrypteerde versie ga ik hier eventjes opslaan. Encrypted message is dus wat we hier terugkrijgen. Ik ga die encrypted message nog een keer afdrukken. Dit zou moeten lukken. En dan gaan we natuurlijk daaronder nog een keer de decrypted message, waarbij dat we de encrypted message terug gaan decrypteren, gaan afdrukken. En we geven natuurlijk dezelfde key mee. Even kijken als dit werkt. Gaan we vlug weten. Ik heb nog een foutje, encrypted message referenced before assignment. Heb ik hier een probleem? Ja, en ik heb natuurlijk hier nog de fout dat ik decrypted message heb genomen, dus ik moet hier eventjes mijn naamgeving overal aanpassen. Zo. En dit lijkt prima, hè? Dus mijn geëncrypteerde versie, als ik die terug meegeef aan decrypt, dan geeft hij mij terug de oorspronkelijke message. Dus het enige dat we hier moeten nog even van naderbij bekijken is, we gaan natuurlijk nu in de andere richting, dus doen we nu min de key. We gaan de andere richting uit in de indexering. Maar dan kun je natuurlijk nu wat hebben dat je een negatief getal uitkomt. Want als die positie bijvoorbeeld 3 is en ik heb een key van 6, dan doen we 3 min 6, dat is min 3. Min 3 rest whatever. Even bijvoorbeeld, we gaan eens kijken wat dat geeft. Ja. En heeft daar 4. Oké. Okay. Ja. Dus klopt dat eigenlijk als we min 3 hebben? Gaan we eens kijken. We hebben de indexen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ik heb nu lengte 6 verondersteld. Ik ga eventjes met het onderstaand voorbeeld ook 8 gaan nemen. Dus 0 tot 7 zijn de getallen of de indexen van mijn tabel. Als ik dus de key heb van 6 bijvoorbeeld, dus mijn key is 6, en mijn karakter is te vinden op positie 3 bijvoorbeeld, dan hebben we eigenlijk dat hij wat duurt om de nieuwe index te berekenen. De 3 min 6 is min 3. Goed, dus gaan we eigenlijk hier twee posities, een aantal posities opschuiven. Dus namelijk 3 min 6 is min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Die indexen bestaan natuurlijk niet, dus je moet eigenlijk hier verder tellen vanaf de 7. Dus je moet 3 posities van de 7 tellen, dan heb je 1, 2, 3. En dat is dus blijkbaar niet 4, zoals we hebben gezien. Laten we eens kijken of dat klopt. Ja, dus hij heeft nu 5.
werkt dit. Ja, dus blijkbaar, het lijkt alsof dat mijn ding nog altijd zou werken in Python door het gedrag van die procentoperator. Want je ziet dus hier, als ik lengte 8 heb, van 0 tot 7, en ik moet 3 gaan tellen vanaf de andere kant, dan heb ik 1, 2, 3 en dan kom ik toch terug op 5 uit. Dus dat lijkt eigenlijk goed te zijn. We zullen dat snel weten. Als we dat moeten doen of niet. Zo. En dat werkt nog altijd. Dus mijn veronderstelling was fout. Ik moet hier helemaal de lengte van de reference string niet bij gaan optellen. Ik dacht dat dat nodig was, omdat als je bij een modulo-deling voor de lengte, of voor het even welk getal, er één keer dat getal bij optelt, dan blijft dat hetzelfde. Als je bijvoorbeeld 8... ik zeg maar iets, 8% 3 doet, dan gaat 2 keer in 8 en heb je 2 over, dus de rest is 2. Voilà. Als je dus de volledige lengte er nog eens bij optelt, dus als je nog een keer 8 plus 3 doet, dan blijft dat natuurlijk hetzelfde. Hè? Dus 8 plus 3 modulo 3. Dat is hetzelfde als 8 modulo 3 gewoon. Ja. Omdat je één keer meer 3 erin hebt, maar de rest blijft hetzelfde. Dus ik dacht dat dit mogelijk een probleem kon zijn, doordat dat negatief zou worden. En door één keer de lengte van die reference string erbij te tellen, blijft de modulo met die lengte van de reference string toch hetzelfde. Dus ik dacht dat dat nodig was. Maar Python maakt er blijkbaar geen probleem van, dus gaan we lekker gebruik maken van de onhebbelijkheden of de juiste... De toffe vloek in Python, dat hij ook swapt aan de andere kant en dat hij geen problemen maakt van negatieve getallen in een modulo-berekening. Zonder garantie naar andere talen toe, trouwens. Dit lijkt goed te gaan. En nu zien we als volgende stap eigenlijk dat we hier eigenlijk redelijk wat kunnen gaan vereenvoudigen. Want dit is helemaal bijna dezelfde code. De truc, en die gaan we nu eens toepassen om herhaling eruit te halen, als ze niet helemaal duidelijk is, heb ik gezegd, de herhaling duidelijker maken. Dus ik ga encrypted message gewoon translated message noemen. Of translation, misschien nog beter. De translation gaan we hier overal gaan vervangen. Want je kunt dus niet meer over decrypted of encrypted gaan praten. Dus dat doen we zo. Voilà. Dat zou nog altijd moeten werken. En dat doet het ook. Dan hebben we eigenlijk dat dit allemaal hetzelfde al is. Dit ook, dit ook, dit ook. En vanaf hier ook terug. Het enige verschil is dat je hier dus met die plus of dat minteken zit. Ja. Dus kun je zeggen, we gaan hier dan moeten zorgen dat je een negatieve sleutel hebt of een positieve sleutel. Wat je ook kunt doen is, en ik ga de methode dus eens volledig kopiëren. En ik ga hem gewoon translate noemen, bij gebrek aan een betere naam, translate message key, en dan ga ik hier zeggen als we moeten encrypteren of decrypteren, voilà. Decrypt gaan we meegeven als je moet decrypteren, anders geven we niks mee. Ziezo. En dan zou dit moeten weg mogen. Ik ga dat eventjes verwijderen. En dan gaan we hier natuurlijk moeten wat doen. If decrypt. Dan gaan we wat doen? Dan gaan we de key gelijkstellen aan min de key.
kan geen impact hebben op de buitenwereld, want de key die binnenkomt is sowieso geen variabele die binnenkomt, maar een waarde die binnenkomt. Dus als we die waarde in de doos hier lokaal veranderen in een negatief iets, dan geeft dat niet. Dus als we die decrypt als boolean gebruiken, dan moeten we de key gewoon omkeren en dit zou moeten werken. Dan moeten we natuurlijk hier plus van maken. Hè. Dus als het decrypteren is, dan gaat hij de key negatief maken en gaat hij hetzelfde doen. We gaan eens kijken als dit werkt. Translate. En we gaan hier bij de key dus meegeven. False. Met een hoofdletter in Python. En dan gaan we hier true meegeven voor decrypt. Dan gaan we eens kijken of dit werkt. Ik moet translate oproepen in plaats van decrypt. Voilà. En dit lijkt nog altijd te werken. En ik heb een gigantische sprong voorwaarts gemaakt in, in de hoeveelheid code dat ik heb. En ik heb een klein beetje prijs gegeven aan de leesbaarheid. Dus translate is minder duidelijk dan encrypt of decrypt. En misschien moeten we die dingen dus... moeten we een betere naam verzinnen. Of wat je ook kunt doen, is gewoon twee wrappers maken. En we gaan later trucken zien, tweede semester, om deze functie te verbergen. Dat je hem eigenlijk als gebruiker niet ziet. En dan zou je eigenlijk dit kunnen doen. Encrypt van een message. En een key is eigenlijk niks meer dan return. En dat, dit noemen we delegeren. We gaan het werk delegeren naar een bestaande functie. Waarbij dat we alle parameters doorgeven. En één klein verschilletje maken, namelijk hier in de false. Je moet niet decrypten, maar encrypten. En dan zou je hetzelfde kunnen doen. De wrapper noemen we dit. Dit noemen we de wrapper-functie. Ja. En het proces hier noemen we delegeren. Dus het werk uitbesteden naar iemand anders. En je geeft de parameters gewoon door. Ja. Dit zouden we ook kunnen doen voor decrypt. Ziezo. Met dat verschil dat we hier een true vastcoderen. En dit zou moeten werken. We gaan eens kijken. Encrypt. Decrypt. Werkt dit nog niet? Dat is natuurlijk omdat we die argumenten nu niet meer mogen meegeven. Die zitten in de wrappers verborgen. Ziezo. Okay. Als je niet onmiddellijk het nut in ziet van die wrapping truc, ja, van dat delegeren, so be it. Maar dus nu kunnen we encrypt en decrypt gebruiken en is de herhaling er toch uit, omdat ze beide hun werk delegeren naar translate met de gepaste true of false. Om dat te verwezenlijken. Ik denk zelfs dat je in Python ook zoiets kunt doen. Standaard gaan we een false meegeven. Ik denk dat je standaard waarde kunt meegeven aan je parameters in je functie. Dus als er niks binnenkomt, dan gaat hij false veronderstellen, tenzij hij iets meegeeft. Dus ik denk als we hier niks zetten, dat dit nog altijd zou moeten werken. En jawel. Okay. De standaard is het false. En als je wel een derde parameter meegeeft, dan is het de waarde dat je meegeeft. Let op, je kunt nog altijd false meegeven, maar dat is eigenlijk nutloos dan. Dus true meegeven overschrijft, of geeft eigenlijk het effect dat hij met true gaat werken. Als je niks meegeeft, zoals hier, gaat hij de standaardwaarde false nemen. Okay. Kan een voordeel zijn, zo die default waarden voor parameters. Kan ook een nadeel zijn in sommige situaties, als je ze te cryptisch maakt, dat ze eigenlijk de leesbaarheid gaan verlagen. Maar goed, dat zijn details. Ik denk dat je mij hebt zien de herhaling eruit halen, dat dat het belangrijkste is. En als je nu wel of niet delegeert, als je dit niet zou doen, dan ga je misschien hier een betere naam voor moeten verzinnen. We rest ons in de opgave nog één iets, en dat is het brute force decrypten. Ja. Waarbij dat we eigenlijk wat gaan doen, dat we alle verschuivingen gaan proberen van de reference string. Dit gaat, gaat ervan uit liever dat je de reference string kent.
In mijn geval is dit niet zo, want de reference string zit eigenlijk verborgen in de functie. Je zou nog kunnen wat doen, de reference string meegeven als parameter. Oké. Okay. Ziezo. En dan moeten we hier de reference string gaan meegeven. Okay, dit lijkt mij op dit moment zelfs eerder een nadeel, omdat je de reference string dan misschien wel niet hard codeert, maar dan gaat er ervan uit dat iemand die encrypt en decrypt wel degelijk dezelfde reference string ook kent. Dit kan een nadeel zijn. Het kan ook een voordeel zijn. Dat je bijvoorbeeld zegt dat als je het juiste alfabet niet kent, dan maakt het dat extra moeilijk om te decrypteren. Dus je zou eigenlijk de mapping als een deel van de versleuteling kunnen zien dan. In dat geval is het een voordeel. Het feit dat je het, als je toch braafjes altijd alfabetisch neemt en de cijfertjes eerst, dan zou het eerder een nadeel kunnen zijn. In die zin dat je altijd moet de juiste volgorde meegeven, anders dat de decryptie niet juist zal werken. Goed, we gaan even mee in dit voorbeeld. Waarbij dat we ervan veronderstellen dat we de reference string meegeven, of de map, gaan we maar zeggen. Ik ga het map noemen. Kunnen we niet doen, map is een gereserveerd woord. Voilà, dus gaan we reference string maar verder gebruiken. Ik geef die mee aan de 2. Voilà, dan moet hij hier ook binnenkomen. Oké. Okay. Je ziet een probleem, er komt meer en meer herhaling binnen. Dus die gaan we moeten meegeven aan die gedelegeerde oproepen. En die komt dan ook hier binnen. Ziezo. En dan hebben we hier die reference string. Dus eigenlijk heb ik gewoon de reference string helemaal naar de domein gehaald. En ik geef hem dus iedere keer door, hè, als parameter. In semester 2 als object-oriënteerd gaan programmeren, zien we daar betere en mooiere oplossingen voor. Even kijken of dit nog werkt. Jawel, dit lijkt nog te werken. We zijn helemaal klaar nu om het brute force decryptie vraagstukje ook nog op te lossen. En we gaan er dus inderdaad vanuit dat je de reference string kent, anders kun je dat helemaal niet doen, dat brute force decrypten. Dus een voordeel van de reference string als parameter mee te geven, is dat je hem eigenlijk mee als deel van de versleuteling zou kunnen zien. Want als je de reference string niet kent, dan kun je ook niet brute force decrypten.